Rotary Club Paramaribo Central heeft gisteren voor de 38ste keer de Student Excellence Award uitgereikt. Deze award wordt uitgereikt aan de beste studenten op HAVO en VWO niveau, die door de organisatie in de bloemetjes werden gezet. Dit jaar hebben 21 studenten de Excellence Award in ontvangst genomen. Volgens minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur moet ondanks de situatie in het onderwijssysteem het succes van de beste studenten blijvend gevierd worden. En ik denk dat vandaag is een mooi voorbeeld dat we voorbeelden hebben in ons midden die toch aangeven dat wij erg trots op jullie mogen zijn, maar ook dat jullie een voorbeeld zijn voor anderen. En ik denk dat we veel meer moeten gaan doen in het onderwijs om studenten, leerlingen te motiveren, ook het voorbeeld te hebben van anderen. Ik zelf was ongeveer 13 jaar toen ik een ingeving zelf kreeg, na uren goed te kijken naar mijn leven, van als je niet aanpakt, gaat er niks van je worden. En dat zijn dingen veerkrachtigheid, zelfwerkzaamheid. En ik moet zeggen, ik heb het vanaf dat moment altijd goed gedaan. Dat we dat gaan vandaag. En het is goed dat we veel meer als ouders, buurtwerkers, verzorgers, dat onze kinderpaden, mensen in de buurt, omdat er enorm veel potentie in de Surinaamse kinderen zitten. Alleen door omstandigheden zien we dat de ene achterblijft ten opzichte van de andere. En ik denk dat wij veel meer in het onderwijs, op de scholen, een betere job moeten doen om deze prestaties naar voren te halen. Jamal Bernardine werd tot de best of the best uitgeroepen uit de groep van 21 studenten. Verder waren Ashley Sefuik en Shruti Parbudayal de twee andere uitschieters. De drie studenten zijn respectievelijk van HAVO 3 scholengemeenschap, Senaten Durham VWO en meester Dr. J.C. de Miranda Lyceum.